Zijn naam? Karel Fabricius. De schilder kwam op 32-jarige leeftijd om bij de Delftse kruitramp van 1654. En hij liet een oeuvre na van slechts 12 of misschien 13 schilderijen. Maar dat geringe aantal is desondanks voldoende om hem de kwalificatie geniaal te bezorgen. En voor het eerst zijn nu Fabricius schilderijen vanuit de hele wereld bijeengebracht en samen te zien in het Haagse Mauritshuis. Fiona Zonneveld volgde de voorbereidingen. Het is een hele zelfbewuste kop. Het is een man die wist wat hij wilde. Althans, zo komt dat op mij over. En als je de rest van zijn werk ziet, dan klopt dat ook wel. Even. Hier hebben we dan de eerste tentoonstellingszaal. Hier komt het schilderij uit Glasgow, tarwe. Dan hebben we hier het schilderij Pushkin. Dat krijgt hier een andere lijst. Tussen de ramen het zelfportret van de National Gallery. Samen in een zaal met de andere zelfportretten. En dan hier een andere schilderij van de National Gallery. In het Mauritshuis arriveerden deze week van over de hele wereld schilderijen van Karel Fabricius. Zijn bekende werken hangen in musea verspreid, van Los Angeles tot Moskou. Voor het eerst zullen de kunstwerken nu samen te zien zijn. Een droom die waarheid wordt voor Fabricius-expert Frits Dupart, die nog steeds ontdekkingen doet. Nou, dit schilderij bijvoorbeeld, dit was totaal onbekend. Dit is opgedoken op een veiling in Monte Carlo in 1985. Het was helemaal onbekend. Is gesigneerd, Fabricius. En uit een periode dat er nauwelijks iets van Fabricius bekend was. En dan ga je nadenken van, maar als dit Fabricius is, en dit verschilt zo van zijn later werk, is er dan niet nog iets anders? En dan ga je nadenken, en wat dan heel merkwaardig is in dit geval, dat ik maanden later thuis de krant zat te lezen. En ik was er dus helemaal niet mee bezig. En dat ik ineens opstond. Ik ging een catalogus halen waarvan ik wist dat dat schilderij erin stond. En volgens mij is dat dezelfde meester. Dus terwijl ik er helemaal niet mee bezig was, kennelijk ben je nou de onderbewuste wel mee bezig. En ik pak die reproductie en ik zeg, bingo, dit moet van dezelfde meester zijn. En dan ga je daarna allerlei dingen vergelijken, foto's naast elkaar. Je gaat een keer naar Los Angeles toe, je gaat een keer naar Boston toe. En dan langzamerhand denk je, ja, dit is echt, die eerste gedachte klopt. Maar de echte confrontatie is dus nu hier op dit moment, waar ik ze voor het eerst bij elkaar zie. En ik ben ervan overtuigd dat het inderdaad geen twijfel mogelijk. Ik begrijp niet hoe ik hier ooit nog aan heb kunnen twijfelen. You see, there's the one. That's at the edge of the frame. Yeah. Right. So there, you can see them on you the image. You can see them on the. Yeah. Can you please tell us what you are doing now? Well, what we're we're looking at the condition of the painting just to make sure that we agree on the condition. Essentially, the picture is in a very good state of preservation, but this is a procedure that's carried out at every exhibition before a painting is hung. And we're going to agree on the condition and sign it. Zowel Fabricius' tragische levensloop als zijn unieke en gevarieerde werk spreken tot de verbeelding. Op 21-jarige leeftijd heeft hij al 3 kinderen en zijn vrouw verloren. Als schilder is hij ondertussen wel succesvol. Eerst geldt hij als Rembrandts meest begaafde leerling. Later geniet hij als zelfstandig gevestigd schilder grote faam vanwege zijn vlotte penseelvoering en subtiele lichtweergave. Hij is pas 32 jaar als hij om het leven komt bij de ontploffing van het Delftse kruitmagazijn in 1654. Hier kun je heel mooi zien wat voor ontzettende ravage dat veroorzaakte. Hier, als je goed kijkt, zie je een krater, helemaal vol water. Dat is het enige wat er over is van het kruitdepot. En als je dan kijkt, loopt hier een bruggetje. En aan de overkant zie je alleen maar verwoeste huizen. Dat is de Doelenstraat, waar Fabricius woonde. We're lending 2 Fabricius pictures, this view in Delft, a picture widely thought to be a self-portrait, and then a landscape of Delft after the explosion of 1654 by Van der Poel. In what way does Fabricius appeal to you? Oh, well, I think he's a very interesting painter in that he's got a lot of
technical and scientific innovation, you know, interested in optics and perspective, and that way very much like Vermeer. But he was such a virtuoso manipulator of paint. It was very exciting, you know, experimental things. And it's one of the great tragedies and kind of, you know, what ifs. We can only speculate what he would have done had he not died so young. So he's a very compelling figure. Yeah, then we'll probably make a copy of this. Yeah, but the report stays, but the photo goes back. No, everything. I think everything. Yeah. Okay. This is quite an elegant. Hanging method. It's a good. You wouldn't have to keep on redoing your wall surfaces. So that's very nice. Absolutely tremendous. Well, I think the fall of light and the position of the painting is very good. I think because if it was, for instance, hanging on this wall, the light would be coming in exactly incorrect direction. It really emphasises it. Actually, it draws your attention to it. You know, in a way which is quite unusual. It's quite virtuous. Because in our own galleries in Glasgow, all the light comes down from the top and not from the side. So that would probably tend to give it a sort of a flattening effect. Exactly, completely flattening. Here you have a greater sense of depth in the picture. Absolutely. Er hangt dus ook één schilderij in de tentoonstelling, de geslachte os, met een mooie Rembrandt-signatuur eronder, dat tot voor kort altijd als werk van Rembrandt werd gezien en waar we nu aan twijfelen van is dat wel Rembrandt en is dat niet misschien Fabricius? Well, we believe that the painting is by Rembrandt, but it has been the subject of a number of discussion with various students of this subject, if Carl Fabricius was involved or was the artist. So we're very glad to be able to lend this painting from Scotland. Dat schilderij, daar was al een zweem van twijfel over, al een tijdje. En ja, het museum in Glasgow wil ook graag weten van ja, is het nou wel of niet Rembrandt? En als het geen Rembrandt is, is het dan misschien Fabricius? When it turns out it is a Fabricius, is that a disappointment then to you? I don't think so. I think Fabricius is a wonderful artist. And we're just glad to have a good debate. And we'll see what happens. Hello, Dr. Zadkov. How are you? Good to see you. Good to see you. Thank you for lending the painting. It's a great pleasure for us to participate in this exhibition because our painting will be exhibited together with others. It's very interesting for comprehension, for research, and for pleasure of visitors, first of all, I think. I can't wait to see them together here on this wall. It will be wonderful. So, but we have to wait until it's unpacked. Hij is maar 32 geworden. We kennen maar nu 12, 13 schilderijen van hem. Maar de kwaliteit van die schilderijen is zodanig dat ik denk... maar ja, meer kan ik natuurlijk ook niet zeggen... dat ik denk als hij nog 10 of 20 jaar geleefd had... dat hij inderdaad nu net zo beroemd zou zijn als zijn leermeester Rembrandt... en zijn navolger, mag je niet helemaal zeggen, Vermeer. Ik bedoel, hij is toch de verbinding tussen de twee groten, Rembrandt en Vermeer. En ik denk dat hij, als hij nog 10, 20 jaar langer had geleefd, dat hij nu net zo bekend zou zijn.